We hebben het aangekondigd, dames en heren. We gaan om exact 2 uur vertrekken. 50 minuten nog. En alsjeblieft, tijdig uw weddenschappen afsluiten. Het is o zo gezellig, o zo fijn. U voelt zich werkelijk eigenaar van een paard. Een korte baandraverij is een soort afvalrace, ofwel knock-out race, waarbij telkens 2 paarden tegen elkaar zullen strijden. Tot aan het eind van de wedstrijd het aantal paarden is gereduceerd tot 4. Die zullen dan strijden om eerste, tweede, derde en vierde prijs. Als u in uw programma kijkt, ziet u aan de linkerkant dat alle vandaag deelnemende paarden koppelsgewijs zijn ingedeeld. Paard 1 zal strijden tegen paard 2, paard 3 tegen paard 4, paard 5 tegen 6 enzovoort. Aan het eind van de eerste ronde, of zoals ze dat in korte baantermen noemen de eerste omloop, hebben we dus nog maar de helft van het aantal paarden over. En die gaan door naar de tweede omloop. Het tuig wat verloot wordt onder de deelnemende rijders. Onze sponsor die daarvoor is, Schiewijk Vastgoed, die zou hem uitreiken, maar ik heb hem helaas niet gezien. We kunnen daar niet op wachten. Onze penningmeester die zal een nummertje eruit halen en dan is de gelukkige die makelaar bekend. Christophe de Grote. Ik wens in ieder geval de rijders en rijsters heel veel plezier vanmiddag. Een 1, 2, 3, 8. Start goed voor beide paarden en we gaan op weg naar de laatste meters. Andrea Slagerman heeft daar een grote voorsprong. De verliezers mogen naar huis.